Het tropische weer trekt vandaag de Limburgers massaal naar het water. Ze zoeken verkoeling aan of op of in het water. Aan het Leukermeer in Well is het topdrukte. En in de haven is zelfs geen plek meer om aan te meren. Met je luchtbedje het water op lijkt vandaag de beste manier om verkoeling te zoeken. Terwijl de meesten in Well relaxed ronddobberen op het water, is het voor havenmeester Martin Valks topdrukte. Want de luxe boten varen af en aan op het Leukermeer. Ja, zoals je ziet, het is vandaag 12 uur. Om 11 uur lagen alle plekjes al hartstikke bezet. Dus je moet 's morgens al op tijd uit Moek of Venlo wegvaren, wil je nog een plaatsje kunnen bemachtigen op het Leukermeer. En de laatste twee plaatsjes gingen toevallig allebei naar Limburgers. Het is heel moeilijk om een plekje te vinden. En we hebben geluk gehad dat we vanmorgen de twee laatste plekken hier aan de Passantensteiger konden innemen. Dat was fijn. Dat waren volgens mij de laatste twee plaatsen. Ja. Ja. Want is het vaker zo druk als u een haven binnenvaart? Nou, het is op dit moment heel druk. Ja. De meeste mensen blijven heel lang liggen, omdat het mooi weer is. En dan blijven ze een nachtje extra. En dan wordt het moeilijk om van plaats te wisselen in de havens. Ja. Met de stralende zon is het zelfs op de boot soms te warm. Je stapt achter weer op het plateau, je bent zo boven. En, ja, en dan gaan we verder. Hè. Af en toe verkoeling zoeken bij een drankje en een ijsje. En op tijd een terrasje opzoeken. En dan redden we het wel. Als we varen, dan is het heerlijk. Ja. Maar als je hier inderdaad in de zon moet zitten, dat is niet fijn. Nee. En daarom hebben de meesten een extra rubberboot om rond te varen. Maar ook daar is een parasol geen overbodige luxe. Ja, het is toch wel erg warm met de zon nu. Hè? Dus je weet, voortaan in Nederland dat je op moet letten met de zon. Terwijl deze boten net op tijd waren om aan de steigers te kunnen liggen, moet er voor de laatkomers een andere oplossing worden gezocht. Die mensen moeten helaas neerverkopen en die moeten dan op de plaats vertoeven. En voor die oplossing kiezen veel booteigenaren ook. En ach, er zijn vervelendere plekken om je vakantie door te brengen. Ja, en dat...